Hey, hallo, welkom bij deze gloednieuwe video, iedereen. Vandaag gaan we een korte nieuwsupdate doen. Ik heb heel lang geen nieuwsupdate meer gedaan. Ik weet niet hoe lang, misschien alweer maart of zo, of februari. Maar dat is wel even een tijdje geleden. Het is nu november. Dus besef gewoon dat ik al maanden geen nieuwsvideo heb gedaan. Maar vandaag gaan we het over hebben over de vernieuwingen van natuurlijk deze attractie. Piranha. En gaan we ook nog helemaal naar het Efteling Hotel? Hier of nee? God, wat is het? In ieder geval, we gaan hier naartoe. En we gaan ook nog eens even naar. Oh my maar in ieder geval, we gaan ook nog eens even naar natuurlijk het. Het Grand Hotel. Want daar is ook verschrikkelijk nieuws over. Ik had het al zien aankomen, maar ik ga jullie vast vertellen. Hij gaat niet volgend jaar open. Laten we eens eventjes die nieuwsartikelen erbij pakken. En we gaan dus eens beginnen met Grand Hotel. Want ja, daar is even wel gezeur over waar ik moet aankaarten in deze video. Shoutout naar Loopings voor het. Uh, want ik moet het even aankaarten. Want ja, oh jee, denkt iedereen. Het is weer tijd, Denzel gaat klagen. Ja, zeker ga ik klagen. Want jongens, de Efteling heeft iets heel ergs verteld of, of aangekondigd. Het Grand Hotel gaat niet open in 2024 gaat open in 2025. Ja. Heel erg is het. Veel mensen denken: ah joh Dance, wat is het verschil? Een jaartje. Iedereen zat letterlijk twee jaar geleden, bijna. In 2022 was er hype voor 2024 dat er twee dingen open gingen. Dus Dance Macabre en Grand Hotel. Maar dat gaat helaas niet meer gebeuren. Het nieuwe Efteling Grand Hotel gaat toch niet open in 2024. Vanwege vertragingen veroorzaakt door het. Ja, ik weet niet wat er staat. De leveranciers. Natuurlijk weten we dat natuurlijk de leverancier van het Grand Hotel is iets gegaan. Dus de Efteling mag waarschijnlijk de spullen niet meer krijgen. Of de Efteling krijgt de spullen wel, maar ze zijn nog heel erg klein. Bouwupdates zijn er gaande. Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt. Tot nu toe hield het attractiepark vol dat het attractie of het project. in 2024 afgerond zou worden. Oftewel, volgend jaar dus. In september werd duidelijk gemaakt dat bouwbedrijf. Be Beldis uit Veldhoven failliet was. Dus de firma zou. prefab onderdelen leveren voor het luxe hotelcomplex. Dat moet verwijzen tussen de ingang... hoofdingang en de promenade, Dus eigenlijk gewoon op het Dwarelplein. Dus hier dus. Dus dan weten jullie dat het Grand Hotel gaat niet open. Dus uh, we gaan verder naar de volgende bouwupdate. En dat is van Dans Macabre. De Efteling heeft ook aangekondigd... dit is voor Dans Macabre trouwens... dat Dans Macabre open gaat... In najaar van 2024. Dus niet dit jaar, maar volgend jaar. Veel mensen hebben natuurlijk gereageerd onder de post. Zoals bijvoorbeeld hier iemand die zegt: 11 september 2024. Ik heb zelf ook gereageerd op die post. Ik heb gezegd: 31 oktober. Omdat natuurlijk. Elke keer komen die making-offs weer terug. Ook vorig jaar kwam die making-off op 31 oktober. Dit jaar kwam het op 31 oktober. Dus de kans dat 31 oktober wordt gehaald voor de Efteling... is misschien wel een... Ja, we weten nog niet wanneer. Dus wanneer de Efteling het gaat aankondigen... laat ik jullie het weten. Dus in ieder geval volgend jaar in het najaar kunnen we gaan verwachten. Dus niet in het begin van het jaar zoals Sirocco en Archipel. Bijna twee jaar geleden. De tijd gaat veel te snel. Maar, nou ja, oftewel herfst of september of oktober of november. December denk ik niet, maar in ieder geval november, oktober of september. Een van die drie maanden. Maar in ieder geval, we gaan nu verder naar de Piranha. Want daar ben ik helemaal door het lint gegaan. Of ik bedoel eigenlijk door het lint, bedoel ik positief, niet negatief. Bedoel ik gewoon mee dat ik helemaal flauw viel van wat voor tekeningen ik zag. Daar zijn we dan, Wojo, nieuwe rotsen en veel meer waterspuwers voor de piranha. Vandaag start het grote onderhoud aan de 600 meter lange wildwaterrivier genaamd Piranha. We beloven je nu al dat je de komende zomer nog natte uit je bootje stapt. Oké, okay, dat is natuurlijk wat we willen hebben, want ik zat vorige zomer, of deze zomerzak natuurlijk, in de piranha... En um, ja, ik werd helemaal niet nat. Ja, ik kreeg een paar druppeltjes over mij en ik dacht: oké. Okay. En nu, weet je wel. Maar ik vind deze tekening echt, het ziet echt mooi uit. Je ziet ook echt die rotsen. Het, dit zijn nieuwe rotsen, volgens mij. Ja, dit zijn de nieuwe rotspartijen. Die heeft Kalo, uh, zo, Karel Willemme. Heeft die. Geschetst. Hetzelfde als wat hij natuurlijk, dezelfde ontwerper als natuurlijk de Vliegende Hollander. En pas recentelijk de paddenstoelenparcours, oftewel die paddenstoelenhuisjes, heeft hij ook gedaan. Het is wel knap dat hij na hoeveel jaar? 16 jaar? Na de Vliegende Hollander toch nog wel goede tekeningen en schetsen kan maken voor onderhoud. De Efteling investeert 8 miljoen euro. In de attractie uit 1983. Dat is op zich wel 40 jaar geleden. Dus dat is best wel oud. Bijna net zo oud als het Spookslot. Ik hoop dat deze attractie veel ouder gaat worden, by the way. Maar wat gaat er precies veranderen? Uitvoerder Frank Poes praat ons bij. 8 miljoen euro. Dat is bijna ongeveer. Weet ik veel. Een kwart ongeveer van dat hele kranthotel en weet ik veel wat. En dansbekaberen. Want die zijn 25 miljoen. Dus het... Is wel duur. Het, het is letterlijk vier keer zo duur als NEST. Speelbos NEST. Want die kostte 2 miljoen euro. Besef, dit is gewoon letterlijk vier keer speelbos NEST bouwen. Dat is wel bizar. Het onderhoud start met slopen. Dus ze gaan eerst alles, alles slopen. Alle rotspartijen. Want in 2021 werden er ook al rotsen gesloopt. En watervallen van de piranha zijn na 40 jaar, jezus, 40 jaar, wel aan vervanging toe. Efteling-ontwerper Karel Willem heeft daarom nieuwe rotspartijen ontworpen. Die, qua sfeer en beleving, beter aansluiten bij de attractie en het landschap eromheen. Oké. Okay. Deze rotsen krijgen meer de vorm en structuur van de rotsen uit Midden-Amerika, oftewel Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, een beetje de Caribische ge gedeelte. Dus Curaçao, en Bonaire en zo zeker het modern leren van de nieuwe rotsen is straks een nieuw gezicht. Van de schetsen van Karel Willemen zijn schaammodellen gemaakt. Met deze maquettes als leidraad worden de juiste vormen straks met de hand aangebracht in de rotspartijen. Inclusief leuke details voor de oplettende kijker. Deze zit dus aan de voorgevel van Piranha is dus ontworpen door Ton van de Ven. Volgens mij doet dit helemaal niks. Volgens mij zijn er gewoon beelden die gewoon staan. Ja, volgens mij zijn dit... Ja, dit zijn gewoon beelden die staan. Even kijken hoor. Nog... Oh ja, oké. Okay. We gaan dit eens even lezen. Frank, in deze maanden van onderhoud komen ook andere werkzaamheden aan bod. Zo wordt de volledige buitengevel opnieuw bes beschilderd. Ik moet eerlijk zeggen... Goed idee, want het lijkt net op de Fata Morgana. Oftewel kan ik ook helemaal smerig. En met algen en al die, al die vieze rot -snot dingen, Al dat groene spul eromheen. En waar nodig is hersteld. Op aantal plekken wordt het beton in de baan, de voegen en de bootgeleiding gerepareerd. Oké. Okay. De golfslagmachines krijgen hun jaarlijkse onderhoudsburger. Ja. Dit gaat letterlijk duren tot en met eind juni. Of begin juni. We moeten nog even kijken wanneer, maar. En we lopen natuurlijk alle kettingen en motoren na. Nou, de kettingen zijn dus zeg maar die, zeg maar, als je omhoog gaat, zeg maar, wat, je, wat je moet omhoog en daarna ga je weer naar beneden. En daarna ben je weer bij het opstartstation. En motoren na. Nou. Na een iets grotere klus is het vervangen van de vier grote pompen van de Piranha, die het al het water in de attractie rondpompen. Om de acht nieuwe en meer energiezuinige pompen te plaatsen, vernieuwen we heel de pompenkelder. Ja, daar gaat dus denk ik het onderhoud van acht maanden in zitten. Oftewel heel die kelder leeg trekken. Vernieuwen we de hele... Er zijn bijvoorbeeld ook extra aansluitingen nodig en extra betonnen wandjes. Ook vervangen we de besturingskasten. Die waren veertig jaar geleden iets groter dan nu. Waarschijnlijk zijn die nu heel kleintje. Ja, ja, ze zijn nu volgens mij heel klein. Vroeger waren ze echt van die grote kasten... Die je nodig hadden natuurlijk. Nieuwe besturing betekent ook nieuwe leidingen, bekabeling en nieuwe noodverlichting. We schonen het terrein op. Dus eigenlijk, volgens mij gaan ze heel het buitengebied ook aanpakken. Dus zeg maar Casa Carasol misschien. Ik weet het niet zeker. Volgens mij niet, maar oké. Okay. Ik zal zo nog even kijken of die nog open is. Zetten alle verlichting onder led en we plaatsen. Oh, led. Dit heb ik vaak gehoord. Want bij Doornroosje gingen ze het doen. Bij dat ze gingen ze het kasteel ook aanpakken natuurlijk. LED. droomvlug heeft LED. Waarschijnlijk gaat Fata Mogana ook LED krijgen volgend jaar. Carnaval Festival misschien ook. Weet ik veel. Er gaan steeds meer attracties gaan naar LED. En nieuwe speakers. Ja dat moet eigenlijk wel hè. Want die dingen zijn ook al 40 jaar oud. Ehm. Um, Nieuwe camera's en we plaatsen het groen plan op het eiland aan. Dat zal waarschijnlijk het Piranha eiland zijn. Hoe noem je dat eiland? Weet ik veel. Bovendien verbouwen we het fotopunt van de Piranha om tot een kleine souvenirwinkel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Echt heel goed. Want ja, bij de Piranha hebben ze eigenlijk geen souvenirwinkel. Je hebt bijna overal in de Efteling heb je souvenirwinkels. Daar. daar gaan we ook even zo meteen naar kijken op de map. Waar je naast die attractiefoto straks ook nieuwe souvenirs kan aanschaffen. Ik denk dat dat piranha gericht is. Want ja, we hebben niet echt piranha gerichte souvenirs in de Efteling. Dus dat misschien... Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Wel, wat denk jij wat ze gaan verkopen in de piranha? En hoe gaat de winkel heten? Gaan ze het gewoon piranha noemen? Of de casa? Of weet ik veel. Ik denk gewoon dat die souvenirwinkel gewoon piranha gaat heten. Gewoon de piranha shop of zo. I don't know. Maar ook die beelden, die goden, die inka-beelden, die krijgen ook een nieuwe vorm. Eigenlijk zijn het bijna net dezelfde. Volgens mij zijn ze een beetje, ja, ze zijn groter misschien, of weet ik veel wat. Maar. En ze zijn misschien waarschijnlijk kleiner, want ik zie niet echt verschil. Nee, ik zie niet echt verschil. Voor- en zij-aanzicht van de nieuwe waterspuwer. En we krijgen natuurlijk het laatste dingetje wat we krijgen in dit onderhoud is waterspuwers. Het onderhoud staat momenteel tot eind juni gepland, maar we hopen iets eerder klaar te zijn. Dus het staat eigenlijk tot juni, eind juni gepland. Maar verwacht dat het wel eerder klaar is. De Efteling die gaat, die, die gaat dit makkelijk halen voor eind juni. Dus ik denk eerder. En dan zorgen we de nieuwe waterspuwende Inca-goden ervoor dat je kletsnat uit de piranha komt. Maar het is dus, uh, het is dus uh, beperkt. Daar ga ik zo nog even over hebben. Tijdens de, wilde water... Tijdens de wilde boottocht komt het water namelijk echt van alle kanten op je af. Al vlak na het instappen in je bootje kom je, kom je de eerste nieuwe watergoden tegen. De mist uit de monden. Verborgen in de tunnelwanden. Dus eigenlijk een stukje, dat donkere stukje als je naar buiten gaat. Daarmee krijg, krijgen we dus die nieuwe waterspuwers. die eigenlijk gewoon mist zeg maar, naar je toe. Dus we krijgen al een beetje een, een ding. Verborgen in de tunnelwanden. Vertroetelt je zicht op het watergordijn in de verte. Krijgen we een watergordijn? Oké. Okay. Het wordt nu een beetje vliegende Hollander. Maar oké. Okay. Vlak daarna lijken er zelfs pijlen van water op je afgevuurd te worden. Oké. Okay. Ook, van, ook van zulke korte straaltjes water kun je behoorlijk nat worden. Zeker als ze vanuit twee kanten komen. Na de eerste waterval duik je met je bootje de golven in. En net wanneer je denkt dat je het eerste wel hebt gehad, wordt er vanuit het water een enorme waterstraal de lucht ingeschoten. Dus eigenlijk zet een soort van bij Sirocco een archipel: heb je zeg, maar zo... dus zeg maar zo. Dat het water zeg maar hoog spuit, zeg maar. En ook bij Ravelijn heb je dat. Dus dat even, of, of dat ding, dat effect gaan we ook terugzien uh, bij de Piranha. Daarna doemt er een half afgebrokkelde en lekkende aquaduct. Een aquaduct is zeg maar een soort van brug. Die zie je ook in Frankrijk en in Spanje of weet ik veel meer waar. Die zie je dus, zeg maar, en daar stroomt dus water doorheen. In Nederland heb je ze ook. In, bij de Veluwe heb je ze volgens mij. I don't know, maar. Um, Um, even kijken hoor. Waar was ik gebleven? De waterstroom direct je bootje in. In de bocht die dan volgens versperren. Twee. Oh, we krijgen dus zeg maar een soort van Mario-level of zo. Dat zeg maar die tromb, zeg maar. Bam. Zo zeg maar dat, dat open en dicht. Oké. Okay. En je doorgang met een water van. van een, met een vuur. Of met een muur van water. Goed om te weten de hoeveelheid water wordt aangepast aan het seizoen. Dat zeg ik net ook al. Dus in de zomer krijgen we heel veel water. En in de winter krijgen we iets minder water. Dus eigenlijk is het aangepast qua seizoen. Maar ik wil nog even terugkomen op dit, op dit dingetje. En op dit. Even kijken, waar staat hij? Uh, de, de, oh, deze, deze en deze. Dan gaan we gaan eens even kijken op de Efteling-app. Oké, okay, we zijn weer terug in de Efteling app. Als jullie zien, we gaan eens even naar het kopje um, Even kijken souvenirwinkels. Dan hebben we er 1. De blikvanger, de bazaar 2. De jolige jutter, 3. Dromerijen, 4. Eftelingen 5. Fabula, 6. In een oude marskramer, 7. Jokies wereld, 8. Spiegeltje spiegeltje, 9. En dan Symbolica 10. Dus we hebben 10 souvenirwinkels. Hier zitten. wacht even. Oh ja, hier zitten de 2. In Anderrijk zitten er 2. In Fantasierijk zitten er drie. Maarrijk zitten er drie. In Reizenrijk zitten er één. in Ruigrijk zitten er ook één. Dus we hebben er maar tien in totaal. We krijgen er nog eentje bij. En die gaat natuurlijk hier zitten, bij de Piranha. Dus ongeveer hier zo gaat die zitten. Ongeveer, denk ik, hier. Maar, ja, dus dan weten jullie in ieder geval. we krijgen dus weer een souvenirwinkel erbij. Volgend jaar krijgen we ook nog een souvenir. De winkel bij Dansk Dus dat zit hier ongeveer. Dus we hebben in totaal hebben we twaalf souvenirwinkels in de Efteling. Als je dan nog niet iets kan kopen, dan weet ik het ook niet meer in de Efteling. Want er zijn twaalf souvenirwinkels in de Efteling dan. Volgend jaar dan. Nu zijn het er nog tien. Maar volgend jaar zijn het er twaalf. Want we krijgen Dr. Charlatans kwalijke Zaken en Unknown Oftewel Piranha-ding. Dus dat. Dus dan weten jullie hoeveel souvenirwinkels er ook al zijn. Maar in ieder geval is Casa Carasol en het hele plein geopend. We gaan eens even kijken. Piranha. Even kijken. We gaan eens even naar... Sowieso de attractie is dicht. Er staat natuurlijk ook al bij... Natuurlijk in de Efteling-app staat er natuurlijk altijd, altijd, altijd bij... Die dingetjes van arbeid is nodig om de oude pracht te van de nageslacht. Deze attractie is in onderhoud en zal vandaag niet open gaan. Nou, ik sterker nog... Heel de winter en begin de lente gaat hij niet eens open. Dus... Ja, het is best pittig om de piranha een aantal maanden niet te zien. Maar ik ben eigenlijk meer benieuwd naar het eindresultaat. In juni. We gaan nu kijken naar de twee overige dingen: dat is Kassa Carousel en dat is die Piranha Bar. Sowieso, de Unox kraam is gewoon open. Dit is trouwens de oude uh, Unox kraam, die zijn we op de foto staan. Er is nu een nieuwe. Maar in ieder geval, die is dus open. Dit is dus ook open, dus je kan dit stukje bezoeken. De Piranha Bar is vandaag gesloten. Je kunt daar corona halen. Ik bedoel gewoon corona. Niet corona van coronavirus, maar corona bier. Nee. En de Casa Carousel is ook vandaag gesloten. Ik weet niet of die open is. Laat me in de reacties weten. Als je in de Efteling bent, is die open morgen? Of weet ik veel wanneer. Als je morgen in de Efteling bent, laat me dan in de reacties weten. Is die open of niet? Want ik ben wel eigenlijk benieuwd. Maar in ieder geval... Dit is dus uh, de situatie bij Piranha, maar dus in ieder geval, ik ben reuze benieuwd naar dit eindresultaat. Ben jij ook benieuwd naar de Piranha? Laat het me zeker weten in de reacties. Dan gaan we nu verder, want daar uh, een dingetje dat ik nog niet heb genoemd, en dat is Joris en de Draak is ook dicht. Want Joris en de Draak blijft dicht tot de kerstvakanties open, het in de kerstvakantie open te doen. En daarna gaat hij nog eens dicht. Tot april. Dus deze hoek van de Efteling is dus uh, tot december. Is dit dicht? En daarna is hij twee weken open. En, of drie weken. Ligt eraan aan de, de kerstvakantie in België, Duitsland, Nederland. Of in Luxemburg, weet ik veel. Maar in ieder geval, daarna gaat hij dus weer even open. En daarna gaat hij weer um, dicht. Oké, okay, dan gaan we nog verder naar het laatste dingetje wat ik wil bespreken in deze video. En dat is natuurlijk de nieuwe droomvluchtkamer. De nieuwe droomvluchtkamer is nu te boeken in de Efteling. Je kunt hem boeken voor, weet ik voor hoeveel euro, waarschijnlijk boven de, sowieso boven de 500 euro. Denk ik minimaal. Als het goedkoper is kan het natuurlijk ook zo zijn, maar ik denk boven de 500 euro. Um, en de Konings Suite gaat ook worden verdwenen uit de Efteling. ...hotel. Die wordt ook helemaal... ...compleet nieuwe naam. Die wordt ook helemaal vernieuwd. Dus... ...en ja, de Hans Christian Andersen Suite... ...die heeft dus de... ...daar... ...die gaat dus weg. Die is dus vervangen. Dus dit was de nieuwsvideo voor vandaag... ...in deze update. Uh, en ja, nog één klein dingetje. Villa Volta is vandaag dicht. Ook een onderhoud. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren... ...maar ja, in ieder geval... ...die is dus ook dicht. Voor de rest is ook nog... Gondeletta is vandaag dicht... ...maar dat zal waarschijnlijk... wel met het weer te maken hebben... Oude tuffenbanen is ook dicht. Is met natuurlijk de wind of met regen. En voor de rest was dat het. Bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tegen iedereen: bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!